Het tellen van objecten in AutoCAD 2022 is nu een stuk gemakkelijker geworden. Je hebt een speciale knop voor het tellen. Dus als ik in een tekening zit met objecten zoals blokken, bibliotheekonderdelen, dan is daar onder het tabbladje View de knop Counts. Counts tellen. Je ziet hier in één oogopslag dat ik 66 stoelen heb. 54 computers, 43 desken. Als je op een item klikt en je gaat met deze pijlen naar die bewuste objecten, dan laat hij ze allemaal zien. Dus je kunt objecten in je tekening opzoeken, zoals desk 3. Ik heb geen idee wat desk 3 is. Waar zit desk 3? Dan laat hij mij zien waar je desk 3 hebt. Een andere optie is dat je dit geheel ook kan vastleggen in tabelvorm. Dus als je bij jezelf denkt, ik wil graag een overzicht hebben, dan klik je op Create a Table en je vinkt aan wat je erop wil hebben. Het aantal stoelen, de computers. Misschien wil ik ook weten hoeveel telefoons ik heb, hoeveel IBM-computers, keyboards. Dit is een overzicht. Inserts. Daar komt de tabel. Nou, die kan ik overal neerzetten. Maar ik zal even hier neerzetten. En ik sluit dit scherm. En kijk nou eens even. Ik heb een totaal overzicht gekregen van een aantal stoelen, computers enzovoort enzovoort. Ik kan er ook nog even een kolommetje beneden zetten. Hè? Insert below. Het is eigenlijk net Excel. Dus als je hierop klikt kun je zeggen Insert below. En ik wil hier graag het totale aantal hebben. Nou. Er is een formule, de som van deze onderdelen. En die kan ik daar neerzetten. Dus de totale aantal getelde items is 279. Dus dat was hetgeen ik jullie wil laten zien. Dankjewel voor je aandacht. Tot de volgende keer.